een beetje een anticlimax. Weet je? Ik zou vandaag dus mijn acupunctuur hebben, eindelijk. En ik kreeg vanmorgen een berichtje van de dokter. Of dat ik misschien niet om 6 uur kon, in plaats van 1:30. Ik zei van nee, dat kan niet. De dokter zei, nee, dan moeten we helaas een andere afspraak maken, want ik heb afspraken bij de deur, buiten de deur. Dus dat kan gewoon. Dus toen zei ik, nou, doei. Kijk maar. Hoe een dik middelvinger toch, poepie? Ja, ik keek er zo naar uit. En er kwam ook nog eens bovenop de teleurstelling dat ik gisteren 3,5 uur aan het editen ben geweest. En toen wilde ik iets knippen en plakken. En dat ging fout. Dus toen was ik gewoon een hele vlog kwijt. Fuck my life. Zo, holy shit. Ik ben aan het verblinden. Beter dan vergassen. Ja, je laat het hoor. Ik zou niet durven. Ik zei het toch al, baby. Ik hou van jou. Door de dikke en de dunne scheid. Ja, ik heb deze doos van Pandora natuurlijk opengetrokken. Wat ik vandaag heb gedaan, heeft echt niks te maken met poepen. Wat dan? Aan aalzeiken. Heb je gegeten dan? Nou, zal ik jou eens vertellen. Van de week was ik aan het werk. Mijn bankrekeningen zijn echt op. Wat dacht ik nou? Want jij zei laatst iets over Snelle Jelle. Dus had ik Snelle Jelles gekocht. Maar die had ik nog niet op. Waarom weet ik eigenlijk niet. Maar ik had ze nog niet. Goed verhaal op. Heet dit. Ja. Dus nu moest ik vandaag mee. Ik denk dus nu Snelle Jelle zo hup. You're funny. You make joke. I make joke. Maar, laat me nou. Dus ik had vandaag mijn afspraak met Henk. En ik had geen tijd meer om ei te maken of zo. Dus ik dacht, hey, ik heb nog Snelle Jelles. Dus ik heb een heel pakje Snelle Jelles op. Maar die, dat is die 0% geen suiker dinges. Dus ik heb 4 van die Snelle Jelles op. Ja. En toen begon het al een beetje te borrelen. Het kan er maar uit zijn, hè? Het scheelt weer kilo's. De vulkaanuitbarsting op Bali is er niks bij. Dat is echt... Oké, nou. Ah, maar dit doet echt zeer, hoor. Ik voel me zelfs sadistisch. Ik krijg gewoon een slappe lach. Goedemiddag. Inmiddels 2:30. Ik ben net terug van het tweede gesprek bij Coolblue. Was ontzettend leuk. Ik hoop echt dat ik word aangenomen, want dan kan ik lekker aan de slag. Ik zou eigenlijk naar Tilburg gaan vanavond, maar ik heb gisteren de Snelle Jelles open, wat ik al verteld heb. En nou, als je ooit nog eens een laxeermiddel nodig hebt, Snelle Jelle. Zero sugar, gewoon 4 stuks achter elkaar naar binnen werken. Als een malle. En inmiddels ben ik weer druk aan het editen. Vanavond blijf ik dus thuis en heb ik René verrast. En dan kunnen we gewoon gezellig met z'n tweede kerstboom gaan halen. Gaan een kerstboom halen! Hey, hey. Jingle bells, all the way! Way! It's the most wonderful time of the year. Wauw. Echt niet? Ja. Nee, jij hebt gewoon geen idee hoe lang dingen duren equal. En hoe laat je dan ergens moet zijn. Sowieso wel. Nou, sowieso niet. Ja, gewoon. Dat is echt zo onzin wat je nou... Dat is gewoon al meerdere malen bewezen. Ben je niet lekker? Ik kan me nog iets herinneren dat ik naar jou toe kwam om 10 uur 's nachts en
Want dan zouden we nog naar het vuurwerk kunnen kijken en alles. Dat is heel anders. Echt, er staat helemaal niet op een slagroomtaart. Want nee. Ze gaan me gewoon rijden, jongens. Ik was toen hartstikke zenuwachtig van, René, kom. Nee, ik jij hebt er gewoon ingeluisterd. En ik had jou er een beetje ingeluisterd inderdaad, maar ik wist... Dus het is gewoon de eerste keer dat je dit toegeeft. Dat je me erin geluisterd hebt. Nee, van dat het zo laat was. Nee. Het is gewoon de eerste keer dat je dit fucking toegeeft. Nee, dat is niet waar. Ja, qua tijd. Ja, en bed. Nee, dat sowieso niet. Nee, echt niet. Waarom zou ik dat niet toegeven? Als het zo is, dan geef ik dat wel toe. Ik zit in mijn bed laten slapen. Ja, maar jij had gewoon verwacht dat ik zou zeggen, kom er maar bij, ik lig wel naast je in bed. Dat is ook waar. Nou, wordt weer een gezellige avond. Motherfucker. Het stak hem hier over, hoor. Ja, dikke piemel voor je. Daar had ik fucking camera in mijn harses. Lukt het, map? Ik ben nieuwe vriend. Ja. Heb je mij iets te vertellen? Hashtag me too. Ja, we vonden de rest een beetje karig hier. We hebben alleen maar zilveren ballen. Ja, ik had me zo verheugd op die turquoise ballen. En slingers. Zo sarcastisch ben jij. Nou, helemaal niet. Ik dacht eigenlijk misschien naar die Christmas pop-up ding. Wat doe je? Ik ben verliefd op jouw lippen. En we hebben wel al wat zilveren dingen, maar ja, er moet ook wel een beetje kleur in, vind ik. Oké, let's go. Of die er ook zo weer uit gaat. Geen idee. Had ze verlaat. Mam. En nu? Hallo? Nee. Je maakt wel veel nieuwe vrienden vandaag, hè, schat? Ja. Zijn baard goed doen. Ja. Zit viezigheid in zijn baard. Ja. Heb je hem geadopteerd? Hoe heet hij? Hans. Ik vind hem mooi. Goedemiddag. Ik ben helaas nog thuis. Ik heb me af moeten bellen op werk. Want lieve Sergio heeft denk ik de virus aan mij overgegeven. En ik heb me toch naar buiten kampen. Dan heb je u tegen. Dus ik ga even lekker een kruikje pakken.
En op de bank zitten. Dat is ook wel een beetje karma natuurlijk, dat ik hem zo stond uit te lachen om zijn buikkramp. Zij dus lekker even wat eten halen. En, hij heeft trouwens fucking goed nieuws gekregen net. Ik zat echt in een diepe droom. En ineens schrok ik wakker, want Sergio's telefoon ging. En he's got the job. Hij gaat werken bij Coolblue. Hij had het sowieso heel erg naar zijn zin gehad. En zij waren dus schijnbaar ook fucking enthousiast. Dus hij mag bijna beginnen. Super fijn. Er is helaas wat kaas met op de tafel gekomen. Dus dat moeten we even fixen. En dat doen we met de föhn. Dus als we het heet maken, dan wordt het weer vloeibaar. En dan kan je het er zo afhalen. Dat heb je allemaal gehaald, Poepie? Heb je wat te vieren of zo? Een beetje. Vertel dan. Nou, ik heb een baan. Ja. Ik heb het ze net al een beetje verteld. Dat ik helemaal me kapot schrok omdat ik midden in een droom zat. En toen, ik hoorde jou heet het snurken in mijn nek, maar ik dacht dat het in mijn droom zat. En dat ik echt zoiets had van, waarom blijft het achter mij zitten, ook al loop ik weg. En toen schrok ik hartstikke wakker met jouw telefoon ging. Zeg, goedemorgen. Ja. Had je dat niet gezien dat er een kruikje was? Dacht je dat dat gewoon een kussen was? Oh, ja. Hij past er wel bij. Ik ben kussen- en dekentjes-fan. Goedemorgen. René is thuis, heeft het huis een beetje aan het kant maken. En ik rijd nu naar Hollandse Poel om mijn moeder en mijn zus op te halen. En die komen nog gezellig een dagje iets doen. Ik weet eigenlijk niet wat we gaan doen. En Els, die komt ook. Dus gezellig met de vrouwen op stap. Dus nu op naar Hollands Spoor. Ik heb Sergio versierd. Een mooi bijt, schat. Ja? Ja. Ik voel me ook erg gerig hoor. Ik heb een wit mandje. Ja, toch nog een beetje kleur erbij te doen, hè? Het kleur wat we misten bij de Horenbach zijn we nu door een glas aan het goed maken. Maar we lopen weer op de weg. Ja, maar we kunnen ook zo. Mijn moeder. We lopen weer door de kassen. Oké. Nergens op. Schat, jouw moeder vindt ook deze gewoon heel mooi. Ja. Christmas, ja. Eltjes, zingers, ballen, sterren. Wat is dit ook weer? Oh ja, Rudolf. Leuk! Ja, maar die is niet zo zacht. Nee, klopt. Huh? Oh ja, maar dat is... Het is een leertje. Het is te kort. De maat is wel goed. Dat weet ik niet eigenlijk. Ik hoor me nou. Ja, ik heb al
muts. Zit je te delegeren, schat? Ja, ja. Een beetje kloppen, schuim. Nou ja. Ik mag ook wel wat rechter. Even wat kleuren.